Dus, en we krijgen 60 minuten. Ons is onterecht ingekort, AUB, 12 minuten, voorzitter. Ik hou u voor. Ik wilde me niet in die discussie mengen, maar laat mij dan het volgende aangeven. Toen er afspraken werden gemaakt, hebt u deze opmerkingen niet gemaakt. U hebt rustig gewacht totdat iedereen gesproken heeft, om aan het eind van het verhaal met iets te komen. En ik heb toch mezelf flexibel opgesteld om u in de mogelijkheid te stellen om toch per lid een minuut te praten. Maar gezien er een hele discussie nog ontstaan is, dan zeg ik het volgende. U hebt geen tijd, dan zullen we maar daarbij laten. En we gaan dan verder. Er is één lid over. Lid Jogi heeft het woord. We gaan, voorzitter. Hetgeen hier door het parlement aan de orde is gesteld, voorzitter. Lid Jogi, mag ik even? Lid Jogi heeft het woord. Lid Bouva, als u zo doorgaat, ga ik u uit de zaal laten zetten. Lid Jogi heeft het woord. Als u zo doorgaat. U hebt al geen tijd en u wil baas boven baas spelen. Als u zo doorgaat, ga ik u eruit laten zetten. Lid Jogi heeft het woord. Ik wil orde in de zaal. In de tweede ronde van het onderwerp onder uw agenda, voorzitter, een bijdrage te mogen leveren. Voorzitter, ik word gestoord. Lid Jogi heeft het woord. Ik word gestoord, voorzitter. Voorzitter. Lid Jogi heeft het woord. Voorzitter. Lid Bouva, als u zo doorgaat, ik geef u laatste waarschuwing. Ik ga u uit de zaal laten zetten. Lid Jogi heeft het woord. Dit is het gedrag van u. Lid Jogi heeft het woord.